Een heleboel leraren van basisscholen in het hele land gingen op dinsdag 12 december in staking, omdat ze vinden dat de werkdruk te hoog is en het salaris te laag. Ook de leerkrachten van basisschool Het Talent uit Asten deden mee aan die staking. Maar zij deden er wel iets voor terug in de lissen. Marielle Kuppen, leerkracht van Het Talent, groep 1 en 2. We zitten nu in de lissen. Waarom ben je niet op school? Nou, wij staken. Dus wij willen graag betere voorwaarden en minder werkdruk. En dan wordt er vandaag dus gestaakt, maar je bent niet bij de grote groep die staakt. Die zit hier in de lissen. Wat doe je hier? Nou, wij hebben ook gezien dat het in de zorg ook dat er ook extra geld nodig is. Alleen de mensen in de zorg die kunnen iets moeilijker staken dan dat wij dat kunnen doen, want de zorg gaat gewoon door. Dus wij dachten om ze een handje te helpen, gaan wij een ochtendje hier helpen bij de mensen. Wel een goed initiatief. Hoe ontstond dat idee? Bij een collega van ons, die kwam met dat idee en eigenlijk was iedereen wel meteen enthousiast. Dus vandaar dat we hier zijn met een groepje collega's. Ja. En wat heb je hier al kunnen doen? Nou, ik ben met deze mevrouw heel gezellig een praatje aan het maken. Dus we hebben het over het onderwijs. Mevrouw heeft vroeger ook in het onderwijs gezeten, dus dat was een mooi raakvlak. En nu bij andere mensen ook nog even helpen of een praatje maken? Ja, misschien wel. Of we gaan een kopje koffie drinken zometeen, hoe het uitkomt. Ja. Dankjewel en heel veel succes. En ik hoop dat de werkdruk minder wordt na deze dag. Meer financiën erbij. Wel ja, wij hopen het ook. Daar doen we het voor. Hè? Ja. Ja. Dankjewel. Mevrouw Van Leel, hier lekker in de lissen op de bank met leerkracht van Het Talent. Weet je ook waarom? Nou, ze staken en ze wilden die tijd, dat ze staken, willen ze dus heel zinvol invullen. En toen dachten ze, weet je wat we doen? We gaan naar de oudjes, kijken of die hulp nodig hebben. En dat is heel gezellig, want wij hebben al lekker een uurtje gekletst samen. Over alles en nog wat. Toevallig zat ik ook in het onderwijs, dus we hadden meteen een handvat, zeg maar. Ja, een klik. U zat ook in het onderwijs. Hoe was toen dat tijd die werkdruk? Ja, daar hebben we het samen over gehad. Die was eigenlijk helemaal niet groot. Dat heb ik nooit ervaren als druk in ieder geval. En de klassen waren een stuk groter. Want eigenlijk was 40 kinderen normaal. Daarboven mocht niet, maar daaronder mocht ook wel. Maar 40 was die grens. En als er een juf ziek was, dan kreeg je die kinderen van die zieke juffrouw er ook bij. Vertelde ik net tegen haar dat ik 3 weken met 57 kinderen. Maar dat ging dus niet. Ja, daar kon je ze net even rustig houden, maar dan was het daar weer kermis natuurlijk. Luisterden ze beter, de kinderen, toen? Nou, het was wel gedisciplineerder, denk ik. Kinderen kwamen binnen in een rijtje. Dan ging er een bel en dan in een rijtje naar binnen. Ja. Dus ik zie dat nou niet meer, want ik heb wel eens op kinderen gepast die ik naar de kleuterschool bracht dan. Maar daar stormt naar binnen, hè? Ja. Dat was bij ons niet het geval. Het was wel iets meer gezag, denk ik. Maar dat is over heel alle linies zo, hè, denk ik. Maar nu zijn er ook meer regels, dus snap je ook de werkdruk nou iets meer? Ja, kijk, ik hoor ook van boze ouders die naar school komen. Die heb ik nooit meegemaakt. En dat die boos doen en ook een beetje onbeleefd zijn en zo. Die hebben wij nooit meegemaakt vroeger. Nee, ik heb 1 keer een boze moeder gehad. Okay. 1 keer. In 10 jaar. Dus dat is toch heel erg weinig. Ja. En dat weet je dan ook nog heel goed, eigenlijk. Nou ligt het allemaal wel anders. Is het zinvol dat ze gaan staken vandaag? Dat weet ik niet. Daar kan ik niks op zeggen. Dat weet ik echt niet. Dat weten hun het beste of dat zinvol is. Ik weet niet. Ik denk dat ik er gewoon waardering voor moet hebben. Het zal wel nodig zijn. Ja. Nou gaan de leerkrachten staken voor meer financiën en hun werkdruk te minderen. Ja. Maar in plaats daarvan komen ze hier helpen om de mensen die hier de werkdruk hebben, om daar een beetje ondersteuning te bieden. Wat vind je ervan? Ik vind het prachtig. Ik vind het leuk, ik vind het ook wel gezellig. Het flirt hier de boel een beetje op, hè. Dat is ook wel leuk. Ja. Ja, ik vind het leuk met mensen van die leeftijd te praten. Ja. Ik heb zelf een dochter, Sofijn, dat weet jij, van 53 zo, 52. Ja. En dan praat je toch heel anders mee als met de bewoners, hè. Natuurlijk, dat is ook logisch, want het is een heel andere invalshoek. Ja. Nou, dankjewel en een gezellige middag nog. Dankjewel, het zal wel lukken met Mariella. En Maria? Ja, komt goed. Frans Verbeerne, leerkracht van groep 4 van Het Talent. Vandaag in de lissen. Wat is er aan de hand? Nou, de leerkrachten die staken vandaag in heel Nederland. Ja.
Wij ook met ons team van het talent. En een collega van ons die kreeg het idee om een dagje mee te helpen hier in de Lisse. Om een stukje aandacht te vragen voor de zorg, die ook zeer veel werkdruk ervaren. Maar die hebben niet altijd de mogelijkheid om te staken. En omdat wij er nu toch geen centrale actie is geregeld, vonden wij het wel een mooi gebaar om hier een dagje mee te helpen. Ja. Dan zit hier aan tafel met een aantal dames hier van de Lisse. Wat vinden die ervan? Ja, volgens mij vinden ze het heel gezellig. Ja, we hebben ze net ontmoet. We zijn eerst bij hun op de afdeling geweest. Ja, toch even een babbeltje maken. Een kopje koffie drinken. Ja, en ze kletsen volop. Dus ik denk dat ze het gezellig hebben. Ja. Een keer weer iets anders om over te spreken. Bij elkaar zitten. Ja. Ja, het zijn andere gespreksonderwerpen dan normaal in de klas. Ja. Ja. En wat gaat er nog meer gebeuren vandaag? Wij gaan zo eventjes een rondje door het gebouw lopen. Maar we zitten eigenlijk nog niet zo heel lang hier in het restaurant. Dus ik denk dat we daar nog een kopje koffie drinken. En ze vroegen al of we eventjes op bezoek wilden komen op hun kamer. Dus we gaan daar eens kijken hoe netjes het alles eruit ziet bij deze dames. Ja. En alle herkenning zo van kleinkinderen die op school zitten? Nee, we zitten nu toevallig op een gesloten afdeling. Het zijn dementerende dames. En je merkt wel dat ze heel veel vertellen. Maar ze weten nog niet zo heel goed meer waar de familie woont. En dadelijk even rondlopen in de Lisse. Ben je al ooit eerder hier geweest? Ik ben een aantal keer eerder hier geweest. Ja. Toevallig hebben wij met een collega voor de Kinderboekenweek hebben we hier een keer een filmpje opgenomen. Maar zo zijn we nog nooit, in ieder geval als team en ik zelf ook niet hier in de Lisse geweest om te helpen. Maar vandaag wel een hele mooie actie. Ja. Ja, en ik hoop ook dat het inderdaad wat meer aandacht brengt naar de mensen die in de zorg werken. Ja. En die allemaal een grote werkdruk hebben. Ja. Ja, net zo goed als bij ons en misschien zelfs in sommige gevallen wel meer. En aangezien wij wel kunnen staken en de scholen dicht kunnen doen om aandacht te vragen voor ons beroep, is dat voor hun niet altijd even makkelijk. Ja. Mooie actie, heel veel succes en een fijne dag nog. Nou, dankjewel en hetzelfde.